Ja, je zou het misschien niet meteen zeggen, maar ik ben zelf astmapatiënt. En dat betekent dat ik in de risicogroepen hoor. En daarmee ben je toch ja, iets meer oplettender dan de gemiddelde Nederlander. Dus je kan nog steeds sporten in de buitenlucht. Je kan boodschappen doen, je kan je noodzakelijke spulletjes kun je houden. Je kan werken vanuit huis, je kan je colleges volgen via de laptop. Hè, dus het leven gaat gewoon door en dat moet ook. Primair moet je je gewoon houden aan die 1,5 meter. En je mondkapje dragen. En er gewoon voor zorgen dat je niet in bepaalde drukke plekken terechtkomt. En subsidiair. Moet je gewoon even ook omkijken naar je buurvrouw, naar je collega. Dat zijn de dingen die je gewoon wel moet doen om het virus te verhelpen. Mijn naam is Limme Youssouf en zo doe ik dat.